Goedemiddag. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Bart. Morgen. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met de ratslag. Hey. Wow. Nu zit het geluid wel bij deze video. Nou, Jola die gaat straks naar school. Bart en ik gaan sporten. En vanmiddag dan ga ik naar de Instagram workshop van Transavia. Woehoe! Ik ben alweer een stukje verder in de dag. Het is alweer middag. Einde van de middag zelfs. Ik moest namelijk een video editen. Jola ophalen bij een vriendinnetje waar ze wil spelen. Enzovoort, enzovoort. Toen had ik heel erg haast om weg te komen. En nu ben ik hier op het parkeerterrein van Schiphol weer. En dit keer niet in uniform. Maar dit keer gewoon in mijn normale kleding. Ik ben zelfs mijn pasje voor de bus vergeten. Dus ik moet een beetje soort van zwart gaan rijden. Maar goed, ik ben in ieder geval bij Schiphol, want ik moet straks verzamelen bij Transavia. En dan gaan we met een bus naar mijn bedrijf toe. En daar krijgen we een soort workshop over social media, oftewel Instagram. En foto's maken en dat soort dingen. En dat is natuurlijk helemaal mijn ding. Helemaal superleuk. Ik ben hartstikke benieuwd. Het enige wat ik weet is dus dat. En dat ik mijn telefoon moest meenemen. Maar goed, ik neem natuurlijk ook mijn vlogcamera mee. Dus misschien kan ik jullie het een en ander laten zien. Dat probeer ik althans. En zo niet, dan vertel ik daarna even hoe het was. Transavia. En dan moet je net Transavia op de terugweg van de vakanties die net begonnen zijn. Een lege bak. Zo, daar ben ik alweer op het parkeerterrein. We zijn weer hierheen gebracht en het was echt super leuk en leerzaam. Hele leuke blogger die ons allerlei tips en tricks gaf. Over Instagram vooral. Tadaa! Maar goed, we gaan dus superleuk content maken voor de Instagram van Transavia met deze collega's. En de bedoeling is eigenlijk dat het hele Instagram account wordt gemaakt door mensen van Transavia zelf die ook echt aan het werk zijn. Dus dat is superleuk. Dan krijgen jullie echt een beetje een beeld van het echte Transavia. En daarbij misschien ooit nog een leuke samenwerking met vloggen voor YouTube. Dus ja, voor mij was dit echt een geslaagd workshopje om aan mee te doen. En nu weer lekker naar huis. Mooi ondergaan. Zonnetje hebben we daar. Ik kan haast niet meer in de camera kijken. Ik heb een paar colaatjes gedronken, dus ik weet niet zo goed of het nou door die cola komt. Want ik drink echt bijna nooit cola en zeker niet twee blikjes. Maar ik weet niet of het nou door die cola komt of dat ik echt misselijkheid heb. Ik zat namelijk daar in die ruimte, in die workshop. En echt serieus, ik had echt een momentje dat echt helemaal zo... Ik hoop zo dat dit zwangerschapsverschijnselen zijn. Ik vind het zo spannend. En onderweg hier naartoe had ik ook echt krampen.
Dus, maar ja, het kan ook gewoon zijn dat ik gewoon een korte cyclus heb dit keer. En dat het gewoon menstruatiebegin is. I don't know. I hope it's so. Maar I don't know. Ik wil het weten. Maar ik ga het niet testen. Want ik wil het eigenlijk toch ook niet weten. Zo spannend. Ken je dat? Dat je zo'n lekker nummertje hoort dat je de auto niet uit wilt? Maybe I should stop and start confessing. Oké, nu kijken ze heel raar hier naast mij. Ik ben weer lekker thuis. Hey Bart. Oh, Bart gaat er toch nog een theetje maken om 10:30. Ja, een kleintje. Een klein theetje. Klein theetje. Kijk, Bart is er ook nog vandaag. Een beetje gepost vandaag. Veel te hard gewerkt. Ja. Moet ook gebeuren. We gaan lekker naar bed. Serietje kijken in bed. Ja, is goed. Welkom. Geen idee, nieuwe. We hebben alles al afgekeken. Genius hebben afgekeken. Billboard. Ik zit toch te wachten op To The Bone. Pelican Soul is misschien een nieuwe. Oh nee, die hebben we al afgekeken. Hebben jullie nog tips voor Netflix series die leuk zijn voor man en vrouw? Niet alleen voor vrouwen, helaas. Game of Thrones. Nee, dat niet. Ik hou niet van ridders en zo. Prison Break, seizoen 5. Nee, ik ben zo moe van het vluchtgedrag. Wij zijn out of order. Ik zeg tot tot morgen, tot in een nieuwe vlog. En vergeet niet te... Doei. Doei.